corona. De stront komt niet uit mijn mond, maar valt uit de hond zijn kont op de grond. Dus mag de hond grondwettelijk meer dan mijn mond? La vie. La vie est un risque. Le risque de vivre. La vie est inouïe. Ah oui, et elle est aussi gratuite. La vie est un palindrome. L-O-L avec les hormones. La vie, la vie. La vie est un cauchemar. Je me réveille et ça redémarre. La vie est un pari. Sais-tu quand c'est fini? La vie est terminée. Eh ben mon vieux, papa s'est joué. La vie est éternelle. Elle est dans elle. Oh, elle. Elle, oh, elle. Wanneer iemand iets op de grond gooit, verdient hij een boete. Dat gebeurt zelden. Wanneer iemand een bom doet ontploffen, zal men hem via de camera vinden en dan zal de wet wel gelden. Wanneer betonblokken in plaats van bloembakken voor stations verschijnen, mist men kans. Wanneer terreur en paniek de beste promoties voor veiligheid, raken er veel mensen uit balans. Wanneer een fietspad de slechtste strook om te rijden is, weten we wat het minst belang heeft. Wanneer auto's blijven rijden op olie en die gepromoot worden, dan weten we dat men niet om CO2 geeft. Wanneer degenen die het minst eerlijk te werk gaan, het meest zullen bekomen, zal het blijven slecht gaan. Wanneer de eerlijke dan de armen zijn, vinden schurken dat die moeten zoeken achter een baan. Wanneer alles duidelijk is en er toch nog wordt tegengewerkt, weten we wie de saboteurs zijn. Wanneer die saboteurs dan nog hun zin blijven krijgen, dan zitten de anderen met dat venijn. Wanneer iedereen Animal Farm Orwelliaans gelijk is en dat blijft normaal vinden, dan is racisme zeker normaal. Wanneer de varkens blijven beslissen, is het stigma van alle andere dieren gewoon banaal. Wanneer iedereen zijn best doet normaal te zijn, is iedereen die zichzelf is altijd abnormaal. Wanneer normaal zijn als een machine werken is, zijn politici slaven van bedrijven. Ja, allemaal. Wanneer de eerste 18 jaar studeren papegaaien het belangrijkste is, zijn we het zelf nadenken aan het bederven. Wanneer studeren enkel dient om later goed te verdienen en verder niets, dan mag je na het studeren sterven. Wanneer media het grootste deel van zijn geld uit regeringen haalt, is er nooit echt persvrijheid. Wanneer je weet wie de slaven en de machines zijn, vraag je dan eens af van waar komt dit beleid? Wanneer de goede oplossingen tegengehouden worden door lobbyisten, zullen die oplossingen nooit komen. Wanneer enkel winst belang heeft, zal iedereen maar over een mooie toekomst mogen dromen. Wanneer reclame het omgekeerde van de waarheid mag zijn, waarom trapt de massa er dan nog in? Wanneer bedrijven enkel mensen en de planeet uitbuiten, heeft leven op een andere planeet dan wij zien? Wanneer de massa dit begint in te zien, kan ik hopen op een kanteling van de gang van zaken. Wanneer de massa dan klaar is met de kanteling, dan pas had het zin dit pleidooi te maken. Wanneer vraagt om tijden? Tijden. Iedereen merkt het, de ene na de andere verandering. Door precedenten weer een nieuwe
gevolgenbeslissing. Dat is steeds geweest. Men geeft dat de naam evolutie. Van bovenaf beslist in een nieuwe wettendiscussie. Akkoord of niet, je zal het wel moeten ondergaan. Veranderlijke buitenwereld, enkel thuis kan je je gang gaan. Niet iedereen doet mee en die worden daardoor schuiner bekeken. Voor mij zijn dat de vrije mensen, omdat ze zich niet bekeren. Vrij in erbarmelijke condities, daklozen en migranten op zoek naar beter. Dit in een welvaartsstaat, utopisch en naïef door de schuldige kapitalistische meter. Niet voor niets vonden velen het beter tijdens hun onwetende jeugd. Nu dan, op zoek naar een oude, vertrouwde, geliefde, leuke deugd. Of, aangepast, op zoek naar rust met oude technieken zoals yoga of meditatie. Maar nu is overal chemie, onzuiverheden en bijna iedereen aan de medicatie. Is er dan nog een mooie toekomst voor jezelf of de planeet? Bijna alles dient daarvoor te veranderen. Voor mij een wit. Waarom verder met dat slechte? Waarom is dit nog een struisvogelplaneet? Comfortabele illusie. Ganse systeemverandering. Wek, wie niet weet. Dat kan. Dat zal dan wel de grootste revolutie ooit worden. Dat wil wel iedereen. Voor een mooie kleinkinderen toekomst. En niet enkel in woorden. Uit naaste liefde. Geluk voor iedereen. Dat predikt toch iedere kerk. Kom dan uit die luie zetel, en begin aan het echte werk. Als ik mezelf nu zo'n beetje hoor, word ik nu al wereldziek. En, in school hebben ze mij geleerd dat dat een barbarisme is, dat in thuis blijkbaar weltschmerz noemt. Weltschmerz, dat is in thuis. In Duitsland, daar hebben ze van die toffe gasten die die taal spreken. Ik ga een keer zo een van die gasten nadoen. Weltschmerz! Dat is wat ze nu schmerz observeert. En een gevoel die macht dat geen object schön is. Ze heeft een slecht gevoel over alles. Er is geen perfectie aanwezig. Alles is slecht. Alles hat Schmerz. Das ist eine Net-Depression, aber anders. Nicht von du, aber anderen. Ich habe das jedes Jahr nach der Sonnenwende. Die große Energie wird kleiner und kleiner. Das gibt mich dieses Gefühl. Aber dieses Jahr ist anders. Schnell habe ich Liebe erhalten. Nicht eine Fräulein, nicht mein Ego. Aber über alles habe ich Liebe erhalten. Das bedeutet, dass ich immer Glück finden kann. Wenn Sie seine Seite weisen, können Sie beide Seiten erreichen. Ich wünsche, dass alle Leben das weiß. Dann können wir Ölkrankheit leben. Hi, Max. Ja, hier ist der Max. Hi, Max. Ja, het was fel genoeg. Nu heb ik rust nodig.